Nog één dag en dan is het kerst. Voor heel veel mensen reden om familie en vrienden op te zoeken. Maar ook om even stil te staan bij de geboorte van een wel heel bijzondere baby. Hoe zit het eigenlijk met de baby's die nu geboren worden? Ongeveer de helft van al die baby's wordt geboren met een vader en een moeder die getrouwd zijn. Toch neemt het aantal kinderen dat geboren wordt uit een ongehuwd stel steeds verder toe. En ook het aantal kindjes dat geboren wordt in een eenoudergezin is de afgelopen jaren mondjesmaat toegenomen. De meeste Nederlandse gezinnen bestaan nog steeds uit een vader, een moeder en twee kinderen. Dus het merendeel van de baby's die geboren worden zijn de eerste of de tweede in een gezin. Wilt u nou meer weten over baby's? Kijk dan op cbs.nl. En ik wens u alvast hele fijne feestdagen.